Ik heb een nieuwe shiny Pokémon. Maar welke is het dan? Welke is het dan? Als je nu ongeveer links in beeld kijkt, dan zie je welke het is. Een klein goud vogeltje. Ja, kijk eens wat een mooie beestje. Lekker mooi geel vogeltje, joh. En hier gaat de Ultra Ball er bovenop. Ja, ja, ja. Een Rookidee. Ja, het is wel van een type die ik eigenlijk al heb. Ik bedoel, Jumpliff is half flying. En Magnezone is half steel. Want Rookidee wordt natuurlijk ook een halve steel-type Pokémon op het moment dat hij evolueert. Ik heb zoveel candies. De X-Ashes die gooi ik wel eventjes naar Dreepy toe. Maar deze 45 Experience Candies S, hoppakee, allemaal naar Rookidee. Die gaat in één keer naar level 36. En hij wil natuurlijk allemaal moves leren. Nou, Scary Face hoeft niet. Drill Pack, ja, die willen we wel. Nee, Swagger hoeft ook niet. Brave Bird maakt zichzelf ook kapot volgens mij, hè? Ja, nee, dat hoef ik ook niet. En daar gaat hij al, onze Rookidee. Ja, ik moet wel zeggen, Shiny Rookidee is wel leuker dan zijn evoluties. Ik bedoel, deze valt veel meer op. Het is best wel jammer dat je eigenlijk heel slecht ziet dat deze shiny is. Alhoewel, bij deze valt het nog wel mee. Corviknight Squire is nog wel nice. Maar we gaan natuurlijk voor Corviknight. En laten we hem even een stuk of 6 Experience Candies M geven. Dan gaat hij naar level 41. Nou, Corviknight Squire is eigenlijk nog best wel cool qua shiny evolutie. Maar nu worden natuurlijk een Corviknight. Dat willen we hebben. Deze Pokémon willen we hebben. En hij is iets lichter dan de normale Corviknight. Hey, maar we hebben een volledig team nu. Een volledig shiny team. Oké, ja, hier zie je het wel duidelijk dat dit de shiny versie is. Oeh, en hij wil Steel Wing leren. Ja, dat wil ik ook wel. In plaats van Fury Attack. Dat vind ik zo'n vervelende aanval altijd. Duurt veel te lang. Ik geef er nog 3 aan Corviknight. Of zal ik ze gewoon allemaal geven? We geven ze gewoon allemaal. Hop, hatsaflatsie. Nou, hij is nu level 43 vooruit. Dreepy ook nog eentje. Zo, die is ook level 43. Nu past die gelijk helemaal in het team. Ja, en nu moeten we richting deze mevrouw. En dat is Tulip. Jullie weten hoeveel moeite ik al met haar heb gehad, hè? In mijn normale playthrough was zij echt degene waarmee ik het meeste moeite had. Maar we hebben gewoon 6 Pokémon nu in ons shiny team. We hebben er gewoon 6 gevonden. Stiekem hadden we er natuurlijk al 6. Maar ja, ik had Meryl dubbel. En dat vind ik dan toch niet leuk om daar 2 van te gebruiken. Maar nu zijn we gewoon helemaal ready. Dan moet ik dus alleen even kijken hoe ik ook alweer daar zo kwam. Ik moet ergens een grot door, maar ik weet niet meer precies waar dat was. Ik denk vanaf deze kant ergens of zo. Ja, kijk, volgens mij is dat die grot die ik moet hebben inderdaad, daar in de verte. Trouwens, ik ga soms wel gewoon nog steeds op nieuwe shiny Pokémon hunten hoor. Want misschien kan ik mijn team nog iets beter uitbalanceren, want ik heb best wel veel shinies een beetje van dezelfde types en zo. Laat even in de reacties weten welk type shiny ik nou eigenlijk nog mis. Welk type shiny moet er alsnog in mijn team? Ja, en dan ga ik toch op weg naar een van de moeilijkste gyms voor mij in deze game. Eerst eens even kijken of ik Corviknight hier een beetje kan testen tegen bepaalde Pokémonnetjes. Weet je wat? Hier is gewoon een trainer. We gaan gewoon deze trainer even uitdagen. Een wetenschapper met een mooi jasje en een stropdasje hier in deze grot. Ga jij zelf de struk doen? Oh, ik zie het toch best wel goed trouwens dat dit een shiny is hoor. Ja, jawel, jawel. Hij is best wel cool ook eigenlijk hoor. Oké, let's go. Steel Wing. Oké, Electrode is sneller. Maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Oké. Ja, dat is natuurlijk not very effective. Was misschien niet zo slim. Misschien is het sowieso niet zo slim. Electrobal is wel super effective. Ja, dit is niet de beste matchup eigenlijk. Alles van mij is not very effective. Oké, jij wil het zo doen, hè? Ik gooi hier Magnezone voor jou. Is goed, joh. Is goed. Doe electric type aanvallen. Helemaal prima. Ik doe Tri-Attack. Oh my gosh, die Electrode overleeft zelfs dat. Nooit geweten dat Electrode zoveel kon hebben. En dat doet niet eens self-destruct. Ja, oké, maar nu is die wel weg. Lekker. Oh, en we krijgen applaus. Nou, dank u wel. Oké, hier is de uitgang. Ja, daar zijn we. Met alle 6 de Pokémon. Pokémon in het teampje hoor. Daar gaan we naar de gym. Dan moeten we weer die gekke dans doen, hè? Hey, Nemona. Wij gaan eerst weer battelen. Oké, let's go, Nemona. Begin je met Lycanroc? De vorige keer begon je met Rockruff, toch? Hij begint natuurlijk met Rock Slide. Is niet super effective. Is gewoon normaal effective door mijn combinatie van types. Oh, Steel Wing doet hem lekker veel pijn. Prima begin. Oh, ik ben wel echt benieuwd naar die gekke Quackquaffle Pokémon. Die was de vorige keer zo vervelend. Let's go. Lycanroc is weg. Dat is 1. Wat chill dat ik nog even wat XP kan verdienen. Nu tegen Palmot. En dan ga ik niet dus met Corviknight spelen. Ik heb daar geen goede counter voor. Ik heb geen ground-type moves of zo. Dus dan gooi ik Shiny Magnezone erin. Kijk, hij doet Spark. Dat vind ik natuurlijk helemaal prima. Ik doe Flash Cannon. Oké. Ik ga Tri-Attack doen. Komt-ie. Vangen.
Hoppa. Toch fijn dat ik ook gewoon een normal type move heb eigenlijk. Oh, nu Sliggoo. Misschien kan ik Corviknight even die extra XP'tjes gunnen nog. Zagen hoe het net ging tegen Dragon type Pokémon. Dat gaat eigenlijk best wel goed. Let's go. Ja, lekker. Oh, Water Pulse. Oké. Nou ja, prima. Dan mag je mij mee raken. Vind ik helemaal goed. Lekker. Ja, dit kan die wel, die Corviknight, hoor. Nu moeten we tegen Quackwavel. Ja, de vorige keer had ik volgens mij Magnezone nog niet, hè? Of ging Nemona maar toen ze lopen met de Fighting-type moves. Dat zou ook heel goed kunnen. Nou, toen had ik nog geen Discharge. Ah, nee! Is Nemona sneller? Ja, Quackwavel was super sterk volgens mij. Ik bedoel, super snel. Gaat hij weer met die Aqua-step? Die deed hij de vorige keer ook heel de tijd. En zoals je ziet, is die best wel sterk. Oké, Discharge, sloop hem gewoon in één keer. Maak hem gewoon in één keer kapot. Ja, lekker. Tjo, kijk hoe groot Corviknight is trouwens. Jeetje, die kan niet eens voor mij staan. Die moet gewoon helemaal naast me staan. Battle. Ja, Drill Pack is wel mijn meest sterke aanval. Gotorita gaat voor Psy Shock. It's not very effective. Het is wel heel chill dat ik nu deze Pokémon bij me heb, hè. Alhoewel, het was ook not very effective geweest op Magnezone. Magneton, Magnemite, wie jij wil. Ik heb een Magnezone. Nou, dit gaat eigenlijk wel prima zo. Curlia ook in één klapje kapot. Battle nummer 2. Een hoop battles in deze video. Grumpig gebruikt Power Gam. Jam, Derm. Blam. Op je pakkes. Oh, hij gaat lekker slapen, joh. Nou, wel trusten, zou ik zeggen. Geniet niet te veel van je nachtrust, want je krijgt wel klapjes ondertussen. Hij is nog steeds soort van aan het wandelen, hè. In zijn slaap, zie je het? Mwap. Slaapwandelaatje. Level 46 alweer, onze Corviknight. Dat gaat hard, joh. Hij oont al die battles. Hoppakee, high jump kick doet wel pijn. Ja, die doet wel pijn. Die is ook super sterk. Gelukkig slopen we met de champ daarna in één keer. Ja, dat was wel even een trappie. Oh, we moeten nog eentje. Oké, ik switch even. Mijn andere staal-Pokémon. Discharge. Oh, bijna. Lekker paralyzed. Nou, mag ik lekker eerst... om het klusje af te maken. Oké, nu mogen we eindelijk tegen de gymleader. Dus even kijken of een Corviknight ook in deze battle kan carryen. Het is wel echt een hele fijne Pokémon om erbij te hebben, hoor, jongens. Het is alleen te hopen dat Ferret Giraffe geen Electric-type move kent. Dat hoop ik alleen wel. Hij kent Crunch. Nou, dat is helemaal dikke prima. Ik moet hem wel 3 keer gaan raken voordat hij down gaat. Hij moet mij ongeveer 6 keer raken voordat ik down ga. Hij is level 44 ook. Ah, het is klaar met Ferret Giraffe. De eerste Pokémon ging soepeltjes. Die had geen super effective dingen op mij, dus dat is heel lekker. Nu Espatra. Ja, die moeten dan ook wel kunnen pakken, toch? Nogmaals, ik heb ook niet echt super effective dingen. Alleen Dreepy. Maar ja, ik wil Dreepy dit toch nog steeds niet aandoen. Dreepy gaat shinen tijdens de Elite Four. Dat is de tijd van Dreepy. Dat bespreek ik af. Daar moet hij een hoofdrol gaan spelen. En misschien wel in de allerlaatste battle. We gaan het zien, jongens. Ondertussen wordt Corviknight geshadowballed. Dat gaat goed. De tweede Pokémon kunnen we ook wel uitschakelen, denk ik. Maar daarna moeten we misschien wel even wisselen. Ja, of een potion geven. Maar ik ga denk ik gewoon hierna lekker Magnezone inzetten. Ligt er een beetje aan met wie ze nu komt. Met Gardevoir. Nou, oké, ik ga wel switchen. Goed gedaan, Corviknight. Lekker, man. Magnezone. Psychic. Is in principe altijd een goede move. Het is natuurlijk not very effective. Dat is wel echt een groot voordeel van deze Pokémon. En ik heb hem voor de helft kapot. Nou, oké. Het gaat vrij soepeltjes allemaal. Het gaat veel beter dan de vorige keer. Dat kunnen we sowieso wel zeggen. 3 van de 4 Pokémon van haar, van Tulip, zijn inmiddels gesloopt. En dan hebben we er dus nog 1 te gaan. En dat is Florgas. Wil ik wisselen? Florgas kent waarschijnlijk ook wel Grass-type moves. Dus Azumarill is eigenlijk een no-go. Tenzij ik die terrestrialize. Zullen we dat gewoon proberen? Ga ik ook een keer terrestrialize tegen een gymleader? Daar is ze hoor. Daar is ze. Florgas, de Psychic-type Pokémon. En daar is Azumarill, de Fairy-type Pokémon. Oké. Oeh, Moonblast doet toch best wel zeer. Ook al is het Fairy op Fairy. Maar oké, dan ga ik ook Fairy. Hoppakee, hoppakee, fucker. Bijna in één keer kapot. Ja, die Moonblast, hè. Die was de vorige keer ook zo sterk. Dat is zo'n goede aanval. Maar het geeft niet. Het geeft niet. Want Azumarill is ook nog steeds een kapot sterke Pokémon. Corviknight heeft er 2 uitgeschakeld. Magnezone 1 en uiteindelijk Azumarill ook eentje. En zo hebben we weer een nieuwe gym badge, joh. En dan moeten we nu dus nog maar 1 badge. Dan hebben we ze gewoon allemaal. We gaan keihard in deze Shiny Only Challenge. Hey, daar is mijn favoriete Elite Four member. Daar is Poppy, hoor. Ja, ja. Poppy had Steel-type Pokémon, toch? Dat wordt nog wel een probleem, denk ik. Laat even weten wat je van mijn team vindt met Corviknight. Dreepy. Mijn officiële starter Pokémon, Jumpluff. Zieke. Azumarill. Blissey, de tank. En natuurlijk Shiny Magnezone. Laat het weten in de reacties. Doe de duimpjes omhoog en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En zie ik je weer bij de volgende video. Mazzel!